van de jeugdige hartstocht naar het terugkijken en het verwerkt hebben van die liefde. Die passievolle liefde die niet mocht bestaan. Clara Schumann verliefd. Johannes Brahms op haar. Verwerkt in dat derde pianokwartet dat hier live werd gespeeld in de grote zaal van Tivoli Vredenburg door Janine Jansen, viool Timothy Ridout, altviool Daniel Blendhoff, cello en Denise Kozuchin, piano. Dat allemaal op dit openingsconcert van het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht, het festival van Janine Jansen. En zij komt terug het podium op in een prachtige rode jurk met glitters. En daarbij haar muzikale vrienden. Dat werk, derde pianokwartet van Johannes Brahms, begonnen toen hij 20 was. Even laten rusten en 20 jaar later weer opgepakt. Een sublimatie van zijn liefde voor Clara Schumann. Clara Schumann speelt na de pauze van dit openingsconcert weer een rol in het totstandkomen van het werk dat dan wordt gespeeld door de muzikale vrienden van Janine. 20 jaar ik.